Dames en heren, ministers, beste collega volksvertegenwoordigers, beste medewerkers van het Vlaams Parlement, beste publiek. Zoals elk jaar heet ik u natuurlijk van harte welkom voor onze eerste zitting van het parlementair jaar 2018-2019, het laatste van deze zittingsperiode. Onze koepelzaal, dat lijkt voor u misschien allemaal vanzelfsprekend, onze stoelen, onze micro's, stemknopjes, alles is weer fonkelnieuw. De diensten van ons parlement hebben alles in gereedheid gebracht, opdat u in de best mogelijke omstandigheden zou kunnen werken. Graag wil ik hen daarvoor andermaal bedanken, want ze zorgen ervoor dat wij, volksvertegenwoordigers, onze taak in de best mogelijke omstandigheden kunnen vervullen. Ook u, beste collega's, collega's zit er zo goed als voltallig en met frisse moed klaar om de mouwen op te stropen en om met veel enthousiasme het en sprekersstoel te beklimmen. En onze parlementaire televisiezender Vlaamsparlement.tv zal uw optredens met veel professionaliteit aan de burger betonen. Ik dank u.